De makers van Death Note, de film waarin luchtbeelden van de treinramp in Buizingen te zien zijn, hebben die beelden wel degelijk op een correctiemanier aangekocht om ze te kunnen gebruiken. De beelden werden gemaakt door de Belgische cameraman Wim Robrechts, die ze aanbood via een digitale beeldbank. Dat schreef de Standaard. Er was de afgelopen dagen heel wat te doen om de bewuste beelden van de treinramp in Buizingen op 15 februari 2010 die opduiken in de Netflix-film Death Note. Er is ons niets gevraagd, reageerde de NMBS ontzet. Dit is een compleet gebrek aan respect. Wansmakelijk. Dit is ongehoord, klonk het ook bij Anita Mai. Zij overleefde het ongeval en wil klacht indienen. Dat mag niet zoiets, dat is de treinramp herleiden tot fictie. Veel correct. Volgens de Standaard werden de beelden echter op een correcte manier aangekocht. Ze werden gemaakt door de Vlaming Wim Robrechts, die zijn eigen bedrijf runt dat gespecialiseerd is in luchtfotografie en video. Op 17 februari 2010, twee dagen na de ramp, was ik in de buurt voor opnames met een helikopter. Ik ben toen een kijkje gaan nemen om beelden te maken die de nieuwszenders misschien konden gebruiken, zegt Robrechts. Maar RTL is de enige die ze gekocht en uitgezonden heeft. Om de beelden toch nog verkocht te krijgen, zette hij ze via een internationale agent op een digitale beeldbank. Als een filmproducent beelden nodig heeft van een treinongeluk, dan tikt hij treinaccident in op die site, en hij komt meteen terecht bij de beelden die ik in Buizingen heb gemaakt, klinkt het. Die producent heeft dus niets verkeerd gedaan. Hij heeft keurig betaald, en die beeldbank is geen persagentschap, er is geen restrictie tegen gebruik in fictie. Excuses. De cameraman begrijpt wel dat kijkers geschokt reageerden. Er zijn geen slachtoffers te zien, niemand is herkenbaar, je ziet alleen enkele brandweerlui. Maar toch, ik heb er nooit bij stilgestaan dat ze ooit in dergelijke context zouden opduiken. Ik wil me dus zeker excuseren bij iedereen die erdoor gekwetst is.